Vandaag ben ik in Scharendijken, want ZSC 62 is onze club van vandaag. En dus ben ik in de buurt van de Zuid-Hollandse grens bij de Brouwersdam, bij de club die twee dorpen dient, Scharendijken en Ellemeet. Peter, jij bent voorzitter van ZSC 62. Wat voor club is dit? Het is een echte vriendenclub. Als je hier lid wordt vanaf de jeugd, dan blijf je tot aan het einde van je voetballeven zeg maar, blijf je bij de vereniging. Dat merk je ook aan het aantal leden die we bij de senioren hebben. Dat zijn allemaal jongens die al vanaf jongs af aan hier gevoetbald hebben. Ja, ZSC, waar staat het voor? Dat staat voor Zwaluwe Stormvogels Combinatie. Het zijn eigenlijk een samenstelsel van twee verenigingen. Zwaluwe is de vereniging die uit Scharendijken kwam. En Stormvogels is de vereniging die uit Ellemeet kwam. En in 1962 is dat uiteindelijk ZSC 62 geworden. En toen is het ook in plaats van korfbal is het ook een voetbalvereniging geworden. Want het was eerst alleen korfbal? Ja, Zwaluwe was sowieso alleen korfbal. En Stormvogels, dat had al beide in zich. Dus daar hebben we, zeg maar, dan na 62 zijn ze daar ook mee verder gegaan. Ja. En toen is het ook een voetbalvereniging geworden. Waar zijn de korfballers gebleven? Ja, die zijn weg. We hebben korfballers niet meer. We hebben wel nog de mensen uit Ellemeet. Zelfs een groot aantal bij de jeugd zijn er ook heel veel uit Ellemeet. Dus wat dat betreft zijn we blij dat ze inderdaad bij ons zijn gebleven. Ondanks dat de korfbal gestopt is. We hebben ook nog een tijdje badminton gehad. Maar helaas is dat vorig jaar is dat ook gestopt. Dus op dit moment zijn we echt alleen nog maar een voetbalvereniging. En die voetbal heeft wel toekomst? De voetbal heeft in die zin toekomst dat we bezig zijn met een samenwerking. Samen met de verenigingen van Renesse en DFS uit de Burgerhaamsteden. De Westhoek? De Westhoek, FC de Westhoek. Om te kijken of we met hun de toekomst kunnen verder gaan. Omdat doordat je het gewoon te weinig jeugd krijgt, een beetje lastig gaat worden, denk ik, als we alleen door moeten blijven gaan. Ja, en dat zijn mooie verenigingen om mee samen te werken? Dat zijn mooie verenigingen om mee samen te werken. Sommige dingen zijn natuurlijk anders. De cultuur is niet helemaal hetzelfde. Maar ja, het zal een kwestie van naar elkaar toe groeien moeten worden. Ja. Ja, want jullie hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. En inmiddels zijn we met al de jeugd al één in feite. Hè? Want alle onze jeugd elftal die spelen onder FC de Westhoek. Dus we zijn in ieder geval bezig om te kijken of dat ook met de senioren eventueel zou kunnen gaan lukken. Ik heb er weer twee gevonden, echte supporters van ZSC. Maarten, hoe diep zit dat ZSC-bloed bij jou? Dat zit heel diep. Al sinds mijn jeugd ben ik lid van ZSC. Ik ben hier geboren en getogen. En ik heb echt een rood-wit hart, wat altijd op zaterdagmiddag zeker klopt. Ja, en ook nog kinderen in het veld, ook hè? Nog kinderen, ja. Ik heb een zoon, die is 25, die speelt hier in het eerste. En ik heb een dochter, die is 21, die speelt bij de dames. Ja, en spelen ze ook wel eens tegelijk dat je moet kiezen, of ja, niet? Ja, en dat is wel eens jammer. Dus, en ik fluit daarnaast ook nog. Ik ben nog clubscheidsrechter. Dus het is voor mij niet altijd mogelijk om mee naar de uitwedstrijd te gaan van het eerste elftal. Of van mijn dochter dan. Maar de thuiswedstrijd zie ik altijd allemaal. En daarnaast ben ik dan als clubscheidsrechter, waar ik altijd iedere zaterdag wel aanwezig ben hier op het sportterrein. En wie je dan altijd tegenkomt is natuurlijk Johan. Want, Johan. Ook een echte ZSC-man, hè? Ja, kan je wel zeggen. Ja. Ik ben hier ook ongeveer nou 25 jaar strak aan de lijn. Mijn jongens zijn hier gaan voetballen, want ja, verder is er op zo'n dorp niet. Ik vond het vroeger niks voetballen, het was een individuele sport. Een man. Maar ik ben het leuk gaan vinden. En ook het leuke ervan is dat je mensen ziet die je dus eigenlijk in het dorp anders niet ziet. Maar hier op zaterdagmiddag is er een gezellige bijeenkomst. En dan maken we er wel eens een feestje van ook. Ja, bij welke sporten lag uw hart dan vroeger? Ik heb dus gebokst. En judo gedaan, ook vrij hoog. Ziet u daar in het voetbalveld ook wel eens wat van terug, van dat judo en dat boksen? Nou, dat wil ik eigenlijk niet, want en soms zie ik het wel en dat is niet zo prettig eigenlijk om te zien. En we spelen dus vierde klas, dus gewoon een leuke wedstrijd en als het altijd gezellig is en er wordt niet echt geschopt en gedouwd, dan hebben wij het echt naar ons zin. En u laat zich ook wel eens horen, heb ik begrepen. Ja, om af en toe even een steuntje te geven. Hoe gaat dat? Nou ja, dat gaat eigenlijk zo. ZSC!
Zo, dat helpt al, denk ik. Ja, ja, dat helpt wel. En dat is eigenlijk een beetje de gel. En dan, als ze wel eens ingekakt zijn, dan schiet het ook wel eens op. En ze weten ook gelijk dat ik er weer ben dan. Ja. Zullen we nog een keer met z'n drieën doen? Want ik vind dat wel mooi eigenlijk. Ja. Hè? Daar gaat-ie. Ja. ZFTC! Tijd weer voor het kliko schieten. Overal waar je rijdt in Zeeland zijn ze aan het oefenen. Ook hier in Scharendijk, Jos. Want jij hebt ook geoefend, denk ik, of niet? Nou, net even een paar balletjes geoefend. En dat ging op zich aardig. Zie je het zitten? Ja, zeker. Ja. ZSC, wat is dat voor club voor jou? Ja, een echte dorpsclub. Heel veel gezelligheid. Ja, waar iedereen toch wel vanuit Scharendijk naar de club kon kijken. Ja, en jullie zitten een beetje tussen derde, vierde klasse in, hè? Vorig jaar gedegradeerd. Ja, vorig jaar helaas gedegradeerd. Kwamen net de regionen. Ja, kwamen net een puntje of vijf tekort, zeg maar, om veilig te spelen vorig jaar. En dit jaar hopen we in ieder geval bovenin mee te gaan draaien. Wat voor selectie hebben jullie? Een vrij smalle selectie. Dat wel, maar dat is denk ik inherent aan een dorpsclub. Ja. Maar wel een selectie waar eigenlijk wel alles in zit. Ja. Er zit snelheid in, er zit verdedigend staat het momenteel goed. Op mentale vlak valt misschien nog iets te winnen, maar dat gaan we dit seizoen wel bewerkstelligen. Ja, we hoorden eerder deze uitzending al de naam FC Westhoek vallen, maar jij bent blij dat het nu nog gewoon ZSC is. Ja, enerzijds wel. Aan de andere kant ben ik ook wel heel reëel en ik denk dat dat wel de enige kans van overleven is om op een gegeven moment naar één club in de Westhoek te gaan. Ja. Waar sta je in het veld? Dit jaar mag ik in de spits plaatsnemen en de jaren daarvoor op het middenveld. Dus je moet doelpunten maken? Nou, meer voor zorgen voor de controle en de twee snelle spitsen die wij hebben bedienen en zorgen dat hun het doelpunt in totaal op kunnen laten lopen. Nou, hier moet je het wel zelf gaan doen, hè? Hier moet ik het wel zelf gaan doen. Veel succes. Dankjewel. Oké, Jos, nou, zoals je ziet de buitenste 50 en de binnenste 25, hè? Tactiek, stift of lobben? Ik ga proberen met loppen. Nou, ik ben benieuwd. Kan er altijd halverwege nog aanpassen, hè? Ik wou zeggen. Doe je best. Dankjewel. Ja, ja, ja. De eerste 50 punten zijn binnen. Oh. Het record wilde je niet weten, dus dat hou ik nog even voor me. Maar het begin is goed. Ah. Ja. Ja, 75. Rusje, de laatste. Kom op, 50. Kom aan. En? Oh. 100 punten. Ja. Tevreden? Op zich wel tevreden. Het is net niet genoeg voor de eerste plaats. Nee. Maar het is absoluut niets om voor je te schamen. Nee, ik wou zeggen. Helemaal goed. Veel succes in de competitie. Dankjewel. Jacques Dorreman, u bent het clubicoon van ZSC. Want er is eigenlijk niemand die zoveel wedstrijden in het eerste van ZSC heeft gespeeld als u, hè? Nee, dat klopt. Hoeveel zijn het er in totaal geweest? 575. In het eerste elftal. Ja, en overal op de club nog veel meer, want u heeft nog meer elftallen gediend. 716. En over welke periode is dat geweest? Wat bedoel je? Wanneer bent u begonnen, jong begonnen in het eerste? Ik ben op mijn 16e begonnen in het eerste, tot ongeveer 44. En toen vond u het mooi geweest? Toen vond ik het mooi geweest. Heb ik nog een paar wedstrijden in de derde meegedaan, maar die sfeer, dat ging niet zo goed. Dat hoor je vaak, hè, met de eerste elftalspelers, als ze laag gaan spelen, dat bevalt nee, niet. Nee, nee. Als stond je maar 8-1 voor en dan miste je een kans en dan werd er zoveel gemopperd. En dan heb ik gezegd, nee, dat wil ik niet. Dat wilde niet. Dan ga ik wat anders doen. Want u heeft ook nog veel andere dingen gedaan voor de vereniging, en nog? Heel veel, ja. Alleen geen bestuurslid, maar voor de rest heb ik wel heel veel functies gehad. Zelfs trainer? Trainer ben ik geweest van het eerste, spelertrainer. En nu doe ik nog de verzorging. Ja, dan hebben we hier een krantenknipsel van good old Jacques Dorreman, 500 wedstrijden. Wat voor herinneringen heeft u aan die dag? Ja, het is al zo lang geleden, maar ik heb er een goede herinnering aan. Ik denk dat je dan toch als speler of als clubman gewaardeerd wordt. En dat er daar toch wat aan gedaan wordt. Ja, want wat werd er gedaan op die dag? Nou, we hebben dus, waar ik niks van mocht weten, was dat de familie ingelicht werd en dat het de 500ste wedstrijd zou zijn. Maar ja, dat kwam natuurlijk wel uit, want ik kwam de krant. Die kwam van tevoren, dus ik mocht nergens van weten, maar dus kwam toch de krant. Toen kwam u er toch achter. Ja. En u heeft ook met alle drie uw zoons in het eerste elftal gespeeld. Inderdaad, hè? Ja. Wat voor herinneringen heeft u daaraan? Want het lijkt me prachtig om met je eigen zoon in het eerste te spelen. Dat is ook zo, ja. Dat is heel uniek. En ik zie er
blij op terug. Ja. Ja. En voetbalt er nog iemand van de familie nu in het eerste? Nee. Geen kleinzoon of zo? Nee, die zijn nog te klein. Die zijn nog vijf. Maar die zijn wel begonnen. Die zijn bij de minis. Dus een nieuwe generatie Dorreman komt eraan. Ja, ik hoop het. De eerste zoon waar u mee speelde was ook aanwezig bij uw jubileumwedstrijd, hè? Dat klopt, ja. En daarna is hij overleden aan leukemie. Ja, dat klopt. Hoe blij bent u dat u toen nog met hem heeft kunnen spelen? Daar ben ik heel blij mee. Het is een goede herinnering, zeg maar. Ja. Ik weet niet hoe ik het anders onder woorden moet brengen, maar daar zie ik goed op terug. En dat maakt die herinnering aan die wedstrijd en zo'n krantenknipsel maakt dat misschien allemaal nog wel specialer. Ja, inderdaad. Nu nog verzorgen van het eerste? Gaat u dat nog lang blijven? Ja, ik weet het niet. Ik ben nu wel 68, dus... Nou, daar kan u nog kan een poosje mee. Kijk, het is een andere generatie en daar moet je mee om kunnen gaan met die jonge gasten. En dat valt altijd niet mee. Nee, is dat wel eens lastig? Nee, dat is wel eens lastig, ja. En als je in de kleedkamer komt, dan staat er al zo'n radio te bulken als een gek. Nou, daar hou ik eigenlijk niet zo van. Nee, maar u gedoogt het nu nog. Jawel, wat moet je van zeggen? Want dan zeggen ze, ga jij maar weg. Hè? Tegen het clubico zelfs? Jawel, natuurlijk wel. Ik kan er wel goed mee opschieten. Dat gaat goed. Dit zijn de mannen die op recordjacht gaan. De mannen van ZSC. Van links naar rechts. Tom Goedegeburen, 9 jaar van de E1. In het midden Jensen van Heiningen, 10 jaar van de E1. En rechts Jomar van Antwerpen, 9 jaar van de E4. Nou jongens, dreigt het een beetje, maar dan mag de pret niet drukken. Team ZSC klaar voor? 3, 2, 1, ja! Kom aan! De ronde door en erover. Goed zo! En aanmoedigen, ja, kom maar! Goed zo! Eromheen. Iets dichterbij. Goed mikken. En... Oh, jammer. Ja, volgende. Kom maar. Goed zo, Jensen. Jensen van Heiningen. De prijs voor beste naam heeft hij in ieder geval al gewonnen. Kom aan, Jensen. En... Ja, goed zo. De volgende. Kom maar. Even deze bal weg. Goed zo. Ja. Oh, eromheen. Even terug. Je moet er wel goed omheen. Ja, goed zo. En hierdoor, ja. Oh, even terug. Geef niks. Ja, en ga maar door. Goed zo. En weer eromheen. Goed mikken. Goed kijken, Jomar. En... Oh, bijna. Ja, kom maar. Het eerste punt is al binnen, jongens. Hey. 2 is het record, hè. Kom aan. Goed zo. Goed kijken. En hij is... Oh, jammer. Ja, kom maar. Kom op jongens, net zo goed als net, hè? Jensen, kom aan supporters! Jensen, goed kijken en... Oh, de ronde doortelt, ja de laatste! Kom maar Jomar. En erover, goed zo, en erover. Ja, rustig aan, eromheen, goed zo. Hier eromheen, goed zo. Ja, rustig kijken Jomar. Oh, en terugrennen. En stop! Oké, team ZSC, de tijd is 1.40.91. Net niet goed genoeg voor de eerste plaats, maar toch hartstikke goed gedaan. En ik denk dat jullie nog een groot applaus van de fans hebben verdiend, toch? Ja! Goed gedaan. Goed gedaan, Jensen. Vandaag in de vrijwilliger. Ja, ik wist dat het een keer van ging komen. Shirts opvouwen. Dita, jij doet dat bij ZSC? Ja, heel wat jaartjes al. Nou, thuis ga ik altijd op mijn kop als ik het doe, want ik kan niet zo goed. Dus... Zal ik het eens even goed voordoen voor je? Heel graag. Okay. De volgende was is trouwens alweer aan het draaien, zie je? Ja, die is al haast klaar weer, hoor. Gaat hier altijd door? Ja, dat gaat hier gewoon door. Kijk, we leggen hem gewoon zo neer. En dan gaan we eerst met de mouwtjes. Ja. En dan vouwen we hem zo. En dan krijgen we... Kijk, dan hebben we het nummer erboven van wie die is. Ik dacht, die zit op zijn kop, maar... Nee, dat is het nummer, hè? Gaan we samen nu doen, proberen dan. Nou, even jou, even mij. Ja? Is dat eigenlijk het enige wat je doet bij ZSC, of niet? Nou, nee, dat denk ik niet. Wat doe je ik nog dan? Ik ben nog penningmeester. Ja? En ik ben kantinebeheerster. Ja? En ja, allerlei andere activiteitjes nog. En dat doe ik zo al iets van 30, 31 jaar. Nou, je hebt de volgende alweer nodig, hè? Ja, ja dan gaat waar is de liefde voor die club nog vandaan gekomen? Ja, gewoon van de jongens, de voetbal... Mijn jongetjes, ik heb 2 jongetjes en die deden ook voetbal en
zo rol je erin, ja. Van het een naar het ander. Kan dit ermee door of niet? Ja hoor, leg het er maar op. Ja, thuis zijn ze niet zo makkelijk. Nee. De volgende. Maar je doet dus echt van alles, hè? Ja. En krijg je daar ook wel veel voor terug? Want zo'n klein clubje heeft mensen als jou nodig, hè? Ja, nee, je krijgt er echt liefde. En, want ik ben een paar jaar terug ben ik nogal ziek geweest. En dan word je echt goed in de watten gelegd. Ja, ze zijn je niet vergeten in die tijd. Nee. Nee, dus, ik ben echt een jaartje ben ik buiten spel geweest. En dus ga je altijd fluitend naar de club? Ja hoor, ik heb wel. Nou, ik denk niet dat ik een geboren vouwer ben. Geeft niks. Want die van mij zijn veel breder, hè? Wat doe ik nou goed? Nou kijk, je moet hem zo goed en dan ga je gewoon je mouwen. Ik doe gewoon even mee. Doe maar even mee. Ja. De mouw. Kijk, doe je tot hier zo, hè? Ja. En dan de andere. Ja. Ook zo ver mogelijk naar de hals. Ja. En dan gaan we... Kijk, en dan leggen. Nou, het wordt steeds beter. Toch? Zeker. Oh. Nou, we gaan nog even door. Goed zo. Zodat zaterdag als ZSC moet spelen, dan zijn ze allemaal weer opgevouwen, ja, Dita. Ja hoor. Tijd weer voor de penalties met Raymond vandaag. Keeper van FC De Westhoek, toch? Oppassen, hè? Dat was vloeken bij jou. Ja, dat is vloeken. ZSC. Want jij blijft graag gewoon voor ZSC spelen. Ik blijf graag voor ZSC spelen, klopt helemaal. En hoe is dat om keeper te zijn van ZSC? Want je bent al wat jaar, hè? Ja, ik ben 7 jaar keeper van het eerste. En beval goed. Dus je blijft nog eventjes hier? Ik blijf nog even hier. En liever derde of vierde klas? Derde klas, volgend jaar. Ja, dus we gaan gepromoveerd. Ja, we worden gepromoveerd. Eerst penalties, ben je er ook een beetje goed in? Ik ga mijn uiterste best doen. Veel succes. Dankjewel. Wat een begin. Dat was een foutje, Raymond. Nummer 2, dat wordt hem. Ik had wat opstartproblemen, maar bedankt. Nou, even warm worden, maar nu nog die bal zoeken natuurlijk. Wel 4 raak, tot volgende week.